Wanneer patiënten geopereerd worden, gaan ze meestal één nacht naar de intensive care, waarna ze de eerste dag postoperatief terugkomen op de afdeling, waarin ze nog hoogcomplex zijn, terugkomen met een urinekatheter, soms een thoraxdrain. En als verpleegkundige is het belangrijk om dat goed te monitoren en je klinische blik te gebruiken en zo nodig de arts erbij te betrekken indien je hier aan twijfelt.